Zo zijn wij. Is dat just een nummer? Happy birthday, dat kan ik proberen. Moeten we eens oefenen voor we bellen? Mijn mama was jarig, hè? Ja, maar bon, ik wou dat dat mooi was, dat dat goed... En ik... Ze kwam nog maar in beeld, de moeder. Ze begon dan al te zingen voordat ik mijn intro had gespeeld. Het was eigenlijk... Ja, ik stond dan te geven, hè? Ja, dan was het... Genant. Happy birthday to you. Je begint ze maar gelusterd niet naar de toon. Allee, dat is de toon. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rita. Happy birthday to you. Voilà. Dankjewel. Dat was het. En allemaal uit de toon. Niemand lusterde. Ze was blij, maar ze was blij. Dat is toch het belangrijkste, ja, liefje. Ja, we hadden dat goed moeten doen. Zo, hoep, ze floep en iedereen begon te zingen. We gaan het volgend jaar nog eens proberen. Nee, ik doe het niet meer. Weet je wat dat ik hier nog heb? Ik had het nooit kunnen raken. Wie dat dan nog aangaat, hè? Een meisje. Nee. Is dat van jou? Nee. Wat is dat? Een handschoen. Ja, maar wat voor een handschoen? Ja, is dat een keepershandschoen? Ja. Van Jean-Marie Pat? Ja. Met zo'n kleine handen? Ja. Maar waar lag dat? Die is van Jean-Marie. Waarom heb jij die? Ik heb die ooit gekregen. Maar ik heb die niet zelf van Jean-Marie gekregen. Hè. Oh, oh. Nee, nee, van een vriendje uit mijn klas. Mo, en die had je gegeven? Hè? Ja. Maar dat is wel lief. Ja, top, hè. Ja. Omdat dat die wist dat jij ervan ja. was. Ja. Echt wel, dat is een handschoen van Jean-Marie Pat. Allee, voilà. Dat ligt in ons rommelkot. Die ja, mensen zouden ook niet dat moeten dat weten. Hier, Allee, goed, dan gaat de chef... Ja, inderdaad. Ik ben chef. Nee, ik ben dingen, croupier. Nee, hoe noemde dat? Croupier, dat is in het casino. Nee, van de saus. Een rijp die de chatons binnen... Van de saus, hoe noemde dat? De sausier. Sausman. Hop. Gooide jij nu iets van op de grond daar terug in? Er was een ajuintje uit je pan gevallen. Je bent wel een beetje een vieze chef. Sorry, als er iets op de grond valt, dan gooi je dat toch niet zomaar terug in de pan? Je kookt al die bacteriën toch weg. Zand kookt er niet weg, die honden lopen er binnen. Die Marcel die plast de hele tijd tegen van alles. Voor een koksje. Bovendien hè, is dat goed voor je immuniteit. Ah, immuunsysteem. Ja. Deur, dan ben ik blij. Gooit er dan maar opa op de grond? Het is heel gezond ook peterselie. Ik dacht vroeger altijd dat het peperselie was. Ah, peper. Peper. Ja, maar dat was nog zoiets, hè. Jij zei ook altijd vroeger... Appeltheker. De appeltheker, ja. En een... Barelina. Een barelina. Ja, dat kreeg ik niet goed uitgesproken. Maar die tijd is gelukkig voorbij, hè, van uw spraak, rare spraakdingen. Ga de frieten snijden. Nee, wedges. Maar ken dat niet, wedges? Wedges. 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 Maar zijn dat nu wedges, of moeten we er nog iets mee doen? Ja, dat zijn zo... Ah, dikke frieten gewoon. Nee, wedges. Een friet is een friet, hè. Nee, eigenlijk. Er zijn zoveel verschillende soorten frieten, hè, toch? Alle ja, maar wedges, eigenlijk maar één goeie. Een friet, en dan denken ze, oh, we gaan eens een friet maken die wat dikker is en nog wat patataschil aan. Dat zijn dan wedges. Hoe schrijf je dat? Wedges. B-G-O. V. Ah, hier. Ah, wel, ja, dikke frieten, hè. Zo ja, vind ik toch.